gaan even naar het plaatje kijken. Het beeld van vandaag is weer een Thais spreekwoord. Een hele oude tekeningen met een olifant in een bos. En een mannetje dat voor die olifant zit. En beide hebben gepoept. Nu mogen jullie raden wat de betekenis is. Het spreekwoord is... Als je een olifant ziet poepen, dan poep je naar het voorbeeld van de olifant. En het komt overeen met wat we in het Engels wel zeggen, is keeping up with the Joneses. Hen chang ki, ki tam chang wil zeggen dat je bijvoorbeeld iemand op Facebook, even een modern voorbeeld, heeft een heleboel volgers of een heleboel likes. En je probeert ook een heleboel volgers, een heleboel likes te krijgen. En je wordt een beetje jaloers, afgunstig. En daarmee ben je ongelukkig. Of je hebt buren of vrienden die hebben allerlei dingen die jij weer niet hebt. Die zijn allerlei dingen die jij weer niet bent. Dus het grootste lijden van de mens, dat je iets wilt zijn, dat je iets wil hebben. En dat soort dingen die je niet echt vooruit helpen. En dat is dus het betekenis van het spreekwoord, is natuurlijk ook wel een beetje vanuit de traditionele Thaise hoek. Dat iemand iets doet wat voorbij zijn eigenlijke stand is, wat voorbij zijn eigenlijke sociale klasse is. Maar het belangrijkste betekenis die ik eruit haal is eigenlijk dat het gewoon te maken heeft met dat iedereen eigenlijk probeert zichzelf te vergelijken met anderen en zo gelukkig of ongelukkig wordt. En eigenlijk, uiteindelijk schieten we daar niet veel mee op. Het is eigenlijk veel beter om onszelf met onszelf te vergelijken in plaats van helder naar anderen te kijken. Of misschien nog beter helemaal niet te vergelijken. Als je spirituele zaken hebt, dan is het goed om je wel een beetje jezelf te meten. Hè? Van hoe ontwikkel je, hoe ga je vooruit in je leven, spiritueel en moreel gezien. Maar dat materiële vergelijken, daar schieten we eigenlijk, niemand schiet daar iets mee op. Als je je zorgen maakt over de spullen die je hebt, je hebben en houden, of de positie die je hebt. Ik denk dat het altijd wel belangrijk is dat als we ergens ongelukkig zijn, dat we iets niet zijn of dat we iets nog niet zo goed hebben bereikt als iemand anders, dat we dan even onszelf ook de vraag stellen van, is die vergelijking wel eerlijk? En is het überhaupt wel goed om onszelf zo te vergelijken? Is het niet beter gewoon naar jezelf te kijken van, hey, hoe was ik eigenlijk 5 jaar geleden? Hoe ging het met mij eigenlijk 5 jaar geleden? Was het niet, ben ik niet spiritueel heel veel vooruit gegaan? En materieel kun je beter gewoon niet te veel van aantrekken. Uiteindelijk is het natuurlijk allemaal een kwestie van karma, de dingen die je aantrekt. En als je je daar te veel zorgen over maakt, dan ben je uiteindelijk voortdurend bezig met het materiële en het oppervlakkige.